Zijn de Denen in staat om te groeien in een toernooi? Waar je vandaag tijdens het WK op zou kunnen letten. En een min of meer willekeurige anekdote van... Willem Vissers, speeldag 17. Vandaag Spanje, Rusland en Kroatië, Denemarken. Als Rusland en Denemarken vandaag niet worden uitgeschakeld, mag dat een verrassing heten. En na de schandalig lelijke salonremise tegen Frankrijk is Denemarken de gunfactor wel zo'n beetje kwijt. Maar dat wil niet zeggen dat de Denen niet kunnen groeien in een toernooi. Daarbij denken ze nog steeds met liefde terug aan het EK van 1992. Omdat Joegoslavië zich toen als deelnemer moest terugtrekken, werden de vakantievierende Deense voetballers van het strand geplukt. Het begon stroef met een 0-0 tegen Engeland en verlies tegen Zweden. Maar aan het einde van de rit waren ze wel de winnaar van een Europees kampioenschap waar ze zich eigenlijk niet eens voor hadden gekwalificeerd. Dus het kan wel. Anekdote van Willem Vissers. Sorry, ik moet even aan mijn neus zitten. Kroatië. Een van de outsiders op het WK. Prachtige ploeg. We kennen allemaal spelers als Modric en Rakitic. Er is een tijd geweest dat... Joegoslavië nog één was en dat Ivica Osim, de bondscoach van toen, had gehoopt dat Joegoslavië wereldkampioen zou worden. Maar wat gebeurde er? In 1987 waren de Chilenen, zoals ze noemden, dat was eigenlijk de jeugdploeg van Joegoslavië, maar die werden in Chili werden die wereldkampioen bij de jeugd. Die zou doorstromen en die zou misschien ook wel een kans hebben op de wereldtitel bij de senioren. Maar wat gebeurt er? Er komt een burgeroorlog in Joegoslavië. Valt helemaal uit elkaar. Kroatië, Servië, Montenegro, noem ze allemaal maar op de landen. En de spelers beginnen ook een hekel aan elkaar te krijgen. Spelers die vroeger gewoon met elkaar speelden, die alles met elkaar deelden, die zijn nu een beetje boos op elkaar. Die willen niet meer met elkaar voetballen. Die willen alleen nog maar voor Kroatië voetballen of alleen maar voor Servië voetballen. En eigenlijk is daardoor die schitterende generatie toch een beetje uit elkaar gevallen. Nou, Kroatië werd toen toch, ondanks al die problemen, derde op het WK in 1998. In Frankrijk. Ze speelden de troostfinale tegen Nederland, wonnen die wedstrijd met 2-1. En dat was eigenlijk een geweldige prestatie van een land dat helemaal uit elkaar is gevallen en dat toch de derde plaats haalt op het WK voetbal. Tot morgen!